You're mine now. Oh! Die fucking safe zone. Oh my god. Jongens en mensen, super dood voor de kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games Real. In deze video, jongens, gaan we een solo potje proberen te winnen met de Jungle Scout skin natuurlijk. We gaan lekker naar Tilted Towers, aangezien we daar best wel wat kills hopelijk kunnen gaan maken. We gaan het zien. En er zit natuurlijk een nieuw item in de game, de Port of Fortress. Dus dat is een knijte grote Port of Fortress. Zullen we maar even vertalen naar het makkelijke Nederlands. Oeh, die blauwe pump. Ben ik er op tijd? Nee! Oh shit, ik ga er snel door. Oh, ik zie een groene pump. Oké, dat scheelde echt niks gek. Daar gingen we bijna dood. Ik had wel die ammo genakt van een kerel. Oeh, slurpy. Nice. Oké, maar de grote Port of Fort. Ik probeer gewoon dat ding te vinden. Kijken of we dat ding kunnen gaan gebruiken in deze game. Wie weet, wie weet, wie weet. We gaan het zien. En ja, want dat ding is best wel chill. Het is heel groot met allemaal bouncers er ook aan. Dus het is best wel een geinig item dingetje in de game. Dus ik ben benieuwd of we die kunnen vinden. Ik heb hem nog nooit echt gezien. Ik heb hem wel volgens mij, zeg maar, gezien dat hij gebruikt werd. Maar nooit zelf gebruikt, zou ik maar zeggen. En ik hoor hier toch voetstappen. Hij zit hier ergens. Hij zit helemaal boven. Ik ga er gewoon pushen. Hij heeft een dubbel barrel, dat zie je. Ik ga heel even eentje terug. Oké, dit moet ik slim gaan aanpakken. Oké, dit is kut. Ik ga naar beneden. Oh, kut. Oké, gat, nice. Oké, ik heb niet zoveel bouw. En die dubbel barrel moet je echt van afschermen. Als dat ding je twee keer raakt, you dead, bruh. Oh my god, geef mij dat ding maar eens even. Oh, nee, toch de pump. Nee, oh, nou zit ik te twijfelen. Wat moet ik meenemen? Dubbel barrel of de pump? Shit, ik weet het echt niet. Ik neem gewoon de pump mee. Fuck it. Oké, geef me die ook maar mee. En dan wil ik mijn pistool weer terug. Ik denk dat dit een slimme... dat dit goed is om mee te nemen. Zeg maar op deze manier. Nice. Ja, die dubbel barrel, ik weet niet waarom. Maar ik ben echt legit bang voor dat wapen. Ik weet niet, dat ding is gewoon sterk. En ik wil daar gewoon niet door dood gaan. Dus ja, het ging goed. We hadden hem gekillt, dus dat is mooi. Oh. Oh, kut. Nee. Zit hier nog een knaap? Oh god. Als deze guy er maar even netjes in blijft zitten hier. Er komt zo meteen nog een guy ergens daar. En er zit hier nog iemand. Fuck it, ik ga dit een beetje hakken. Wat doet hij? Lol. Okay, iemand is hier dood. Dat is één. Fall damage. Get owned, gek. Port of Fort. Rest, ding, gebeuren. Geef me dat ding. Pompen. Yo, what the fuck? Oké, dat geluid vond ik echt sick. We geven even die medkit. Oké. Holy shit. Dit was echt... What the fuck, ouwe. Dit hebben we overleefd. Chill. Sick, ouwe. Oh. Woe. Dat was echt close, gek. What the fuck? Ik hoor trouwens nog meer schoten. Dus daar gaan we even naartoe. Neem even die mee. Die minisjes hou ik. En nog een keer springen. Huppakee. Oké. Ik heb alleen niet zoveel goede wapens. Waar waren die schoten? Ik denk daar binnen of zo. Oké, fuck it. Ik moet even wat looten. Volgens mij lag hier nog wat wapens en zo. Wat ik kan gebruiken. Laten we gewoon hier even iets in editen. Daar ligt wat loot. Nee, waar killde ik deze kerel eigenlijk precies? Ho! Oh, dit ging leuk. Oké, nice. Er zit een kerel op onze schieten. Je ziet hem daar. Achter die bus. Ik zag je al, vriend. Ik moet ook een beetje... Oké, nee, laat maar. Dit ding is zo groot. Het beschermt je echt van alle kanten gewoon. Oh, wat? Huh? Oh my god. Hij heeft een bolt of zo. Oh my god, gek. Die snipes zitten erop, maar ik kan er niet naartoe. Ik heb geen launchpad of bouncy iets. Wacht, laat me even... Ik zweer dat ik nog meer loot moet hebben dan dit. Dit is echt gewoon triest. Ik ben een beetje aan het zoeken. Want ik had een John Wiggle gekillt. En een...
Hoe heet die? Die, oh, wacht hier. Kijk eens, dit bedoel ik. Hoe heet die andere guy nou? Die, ik ben gewoon die naam kwijt. Hoe heet die skin nou met die blauwe, die ik ja, het zal wel. Jullie weten wel welke Carbide, dat was hem. Dank je. Duur even. Oké, okay, ik heb redelijk wat bouw, maar niet genoeg, denk ik. Gaan we gewoon proberen. Even kijken of hij iets gaat doen qua... Hij zit daar, hè? Got him. Chill, let go. Nice, even groene burst. Die hebben we nodig. Lekker gas. Oké, 4 kills in de pocket. Dit was best wel een sicker place. Ook gewoon met die nieuwe Port to Fort Trash. Heet dat ding? Echt insane. Alleen er waren nog wel wat schoten die kant op. En ja, deze guy kan er eigenlijk toevallig ook weer mee bemoeien. Maar dus dan gaan we even die kant op. Ik zie hier wat loot liggen. Kijk, zie je wel. Ik wist nog wel dat er wat lag. Ik weet niet, was dit alles dan? Dat zal wel. Ik heb nog niet echt een chille AR, zou ik maar zeggen. Oké, okay, volgens mij zit hier ook nog iemand, denk ik, in de buurt. Hier, dit is nog niet geloot. Ik kan dit nog gaan loot. Dit is zo raar dat dit kapot is, man. Waarom is dit kapot, jongens? Weten jullie dat? Kunnen jullie dat misschien in de reacties zetten? Want ik heb werkelijk geen idee waarom dit gebouw nu weer gehalveerd is. Moet het ding dan weer gemaakt worden? Is net gemaakt trouwens, maar... I don't know. Geen idee waarom dit is. Is het een bug of hoort dit gewoon? Daar hebben we hem. Yo, ik ben echt scheef, man. Gadver. Oké, okay, ja, het kut. Ik heb geen nades. Ik hoor nog iemand. Zoveel bouw hebben we ook weer niet. Ik ga op dit dak zitten. Woe! Nee, hij killstealt mij vol, gek. Ik moet alles reloaden, gast. Vriend, kom hier. You're mine now. Oh! Die fucking... Safe zone. Oh my god. Wat een place, gast. Ik ga die droppen. Ik ga die droppen. En die droppen. Nee, voor die Scar. Oh man. Wat een soepele kill was dat, gast. Heerlijk. Hoe ga ik hier wegkomen? Oké, het is niet heel ver. Nice. Oh, die kill daar, gast. Doe normaal. Let's go. Oké, we hebben heel veel hout. Lekker. Heerlijk. Oh my god. Gewoon het feit dat die 360's gewoon steeds... Dat is gewoon heerlijk om te hitten gewoon, dat soort kills. Gewoon een beetje fun nog in de game. Oké, okay, ik ga proberen via deze berg. Hoppakee. En we zitten safe, chill. Niet al te veel damage. We hebben een kampvuur. Zou ik hem inzetten, die kampvuur? Ik denk het wel. Ik ga het doen, fuck it. Heel even snel. We gaan heel even snel een beetje heen en weer overheen. Dat we niet geraakt worden. Dat zie ik ook wel gebeuren. 5 kills in de pocket, jongens. Heerlijk, heerlijk. En we zijn full. Let's go, dan gaan we weer door. Daar is wel wat gebouwd. Laten we daar maar naartoe gaan. 21 man nog in mee. En we hebben 5 kills. Dat kan nog best wel een heerlijke... ja, best wel veel kills opleveren, zou ik maar zeggen. Dus dat is wel chill. Nice, nice, nice. Ik zie wel dat mijn camera bijna leeg is. Dus ik hoop dat hij het even volhoudt. Anders... Oh god. Kerel, je kan ook gewoon doorvliegen. Waar zit je? Kut, ik kan dat net niet editen. Ik zit te ver. Oh, wat? Ik hoor nog meer schoten. Daar ging wel mijn shield trouwens. Die boom zit echt flink in de weg hier. Dankjewel. Soms bouwt hij niet, hè? Dankjewel. Oh my god, chill. Lekker. Dit duurde even iets te lang dan ik eigenlijk had gewild. Maar, I don't know. Ik ben nog niet helemaal echt, zeg maar, chill aan het spelen. Laten we daar maar op houden. Weet niet, een beetje de één, de bouw. Het gaat een beetje nog niet echt makkelijk. Maar, hey, we hebben 6 kills. Prima. In deze fight zijn gewoon legit 10 man dood gegaan. What the fuck? Wat? Hoe dan? Hoe zo snel? Daar is de volgende enemy. Knijtertje. Ik weet niet of dat een hit was. Hij is goed hoor. Ik doe gewoon één heavy hit geven.
my god. Ik ben heel even... Uiterste concentratie. Hij is helemaal naar beneden, of niet? Ik probeer hem te vinden, maar... Hij zit heel erg... Ik moet... Oeh! Ik weet dat deze kerel goed kan bouwen. Dat valt gewoon helemaal. Maar ik moet een clear shot op hem hebben. Ik heb niet zoveel shield. Oké, hij is helemaal beneden. Hij zit daaronder. Ik ben een beetje aan het kutten met bouwen, gast. Hij heeft geen shield. Wat doet hij, gast? Dankjewel. Oh my god, lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Geef me die maar. Wow! Ik weet niet... Hij was best wel... Ja, ik had hem veel beter ingeschat. Qua meer dan dit, zou ik maar zeggen. Oké, chill. Let's go, gast. Oh man, ik dacht echt... I'm dead hier. Laat maar, jongens. Oké, dat was een beetje raar, oké. 7 kills, chill. Let's go. Nog 6 man remain. Dus, dat gaat lekker. En ik zie trouwens hier ook weer zo'n Port of Fortress. Het is echt mega groot, dat ding. Echt niet normaal. Best wel sick trouwens. Ja, voor de mensen die zeg maar niet zo heel goed kunnen bouwen, is dit gewoon weer een toevoeging wat gewoon chill is voor hun. Op zich, het is ook gewoon geinig dat je gewoon bounces krijgt. Want dat is gewoon toch weer even... maakt de game wat sneller. Je kan wat sneller pushen. Dus wat meer actie in de game. En daar hou ik natuurlijk van. Dus dat is super slim van Fortnite weer. En iedereen kan dit... Oh, ik kan dat niet editen ook. Ik dacht van wel. Oké. Nice. We zitten bijna in de safe zone, dus alles lekker rustig. Oh ja, die bouncers. Dat is heerlijk, man. Ik hou daar echt van. Ik weet niet. Ik vind dit soort dingetjes gewoon leuk dat ze dat erin gooien steeds. Weet je, het is geen wapen, maar het is gewoon een item wat gewoon... Ja, niet overpowered. Ja, kan trouwens wel overpowered zijn. I don't know. Als je er heel veel van hebt, is het behoorlijk sterk, denk ik. Ik vind het nog steeds... Oké, laat maar. Dat ga ik niet eens proberen. Dat was niet zo slim. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje lastig om te zien als iemand uit zo'n rift komt, weet je. Het zijn heel klein of... Ja, soms zie ik ze gewoon helemaal niet. Dat is gewoon best wel raar. Oké, mijn camera houdt er nog steeds vol. Het staat er op 1 streepje, dus ik hoop dat hij het volhoudt. Dus we moeten even wat aanpoten, zodat we in ieder geval binnen de cameratijd dingetje nog kunnen winnen. Spannend. Ik heb alleen niet zo heel veel bouw meer, dus ik ga even hier wat hakken. En ik hoop dat ik dan weer even wat meer heb. Ik hoor daar ook een heavy sniper. Dus daar gaan we ook eens even bij gluren. Op zich, de loot is echt perfect, ouwe. Heavy shotgun, goede scar. De grappler natuurlijk, die ook best overpowered is. En volgens mij... Oké, mijn camera gaat zo meteen uitvallen. Dus ik hoop dat ik even iets origineels kan verzinnen. Oké, even dit. Hop. Oké, ik bouw me even in. En ik hoop dat ik even iets kan fixen. Oké, jongens. Ik heb heel even iets gefixt. Mijn camera is nu uitgevallen. En ik heb gewoon in OBS namelijk mijn gameplay op. Dus nu heb ik gewoon mijn webcam erin gegooid. Dus het kan nu zijn dat je me nu vanaf hier ziet. En niet meer van schuin. Omdat ik dus mijn webcam hier heb staan. Dus toch even een originele oplossing. Maar dan kunnen we in ieder geval deze game wel verder zetten. Want ik wil deze win. En we kunnen hopelijk nog die 10 kills halen. Zal wel even chill zijn. Nice. Oké, hier zit 100% een guy. Er zit iemand met een heavy sniper te schieten op dat, volgens mij. Dus dan gaan we even die grappler gebruiken hier. Dan gaat hij me 100% horen. Zit hier iemand? Nee, hij is daar. Oh my god, deze scar is zo accuraat, gast. Oké, daar zit in ieder geval een guy. Ik heb niet al te veel hout. Hij heeft wel een heavy, dus qua heavy sniper bedoel ik. Dat bedoel ik. Dus dat kan behoorlijk sterk zijn. Ja, ik ga er achter je aan, vriend. Waar bist u? Even zien of ik hem zie gliden ergens heen. Daar misschien. Hij is helemaal weggegaan. Minder. Ik weet niet, die guy was een beetje bang. Ik heb geen... Oké, hier zit iemand. Hallo bro. Hoe is die jongen? Dame, sorry. Oh, niet met die dubbel. Nee. Doe dat maar niet. What the hell? Oh, wat? Je moet je reloaden, vriend. Haha, leuk. Het is zo... Daarom... Oh, shit. Oh, my god. Oh! Perfect schot van hem. Sorry, dat kwam ook weer heel apart uit.
Kijk, het is zeg maar zo, die double barrel is sterk, maar als je moet reloaden, ah, nou, dan ben je ook wel echt de lul, zou ik maar zeggen. Ja, ik neem RPG mee. Fuck it, is sterk. Oké, ik heb echt nu helemaal geen bouw meer. Wat is verstandig om te doen? Deze keer had ook gewoon helemaal niks. Dus ik denk dat ik maar even... Ja, ik moet gewoon wat gaan hakken. Wat bomen? Hier zijn veel bomen. Oké, dan gaan we hier gewoon heen. Jezus, ik ben wel echt raar aan het praten. Sorry daarvoor. Oké, het is een beetje de zenuwen, denk ik. Ik wil gewoon deze game even lekker winnen. Want het zit er best wel lijpe plays in, zou ik maar zeggen. Ja man, dit is even chill. Genoeg boompjes hier voor ons om te hakken. Dus dat komt helemaal goed. Even zien, hop. En we zitten ook precies in de safe-zone. Oké, op zich is dat wel chill. Maar ook weer niet, want we zitten midden in de safe-zone. Waardoor iedereen op ons nu gaat focussen. Hè? Want iedereen gaat die high ground hier op die berg hebben. Oké, even snel deze boompjes nog meenemen. Hop, hop, hop. En deze, oeh. Ja, ik ga deze berg op, man. Hier zitten veel mensen te fighten. Let's go. Oké, ik heb die grappler, dus dat is... Ja, ik hou van dit ding. Gewoon even snel weer even de high ground hier hebben. Ik weet niet, ik denk dat ze wel dat ding ooit gaan uithalen, man. Ik had bijvoorbeeld een video van T-View gezien. Dat hij ook zei van, yo, gozer. Het is zo easy om met dit ding te spelen en mensen te killen. Oeh. Dat deze hier. Wow! Ik ben weak. Ik had echt hoop dat hij raak ging, gek. Nice. Heeft hij heals? Ja. Ik hoop niet dat die kerel nu gaat komen. Twee man remain. Kom op, even die grote potten nemen. Ik zit net safe, toch? Kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft, lol. Oké, nice. Oké, daar hebben we daar geen last van. Even zien. Oké, hun zijn aan het fighten. Laatste guys. Ik ga mengen. Let's go. Help, ik wil eruit. Dankjewel. Oké, het was daar. Ik ga hem mengen. Ik hoop dat de kerel een beetje weak is. Ik heb mijn god geen idee waar die kerel zit nu. Oh god, dit gaat een beetje scheef. Hallo! Waar ben je? Gaat hij raak? Oeh, bijna gek. Hij heeft die grappler, man. Lekker. Lekker. No scope? Oh fuck, hij flikkert net. Wat een gozer. Wacht, dan zit hij daar. Toch? Ik blaas het op, fuck it. Vriend, wat ga je doen, gozer? What are you doing, bro? Hij heeft weer shield ingenomen. Dat wou ik even weten. Hij komt daar ergens. Gozer, oké. Ik wil niet haten of zo naar je, bro. Maar je moet echt flink de andere kant op. Dus kom je even gezellig even hierheen. Dat zal wel even fijn zijn. Nee, ja, kom maar, kom maar. Nee, de safe zone gast. Ik ga niet speak houden. Je moet gewoon... Kom op, rennen. Rennen. Oeh. Rennen, gozer, kom op. Kom op. Oh, man. Ik had ook kunnen killen en dan hadden we de 10 kills. Maar ja, hey, dat was ja, helaas niet het geval. Oh my god, GG, even een duintje gooien. Oh shit, net te laat.
Wow, dat geluid was heel apart. Hey, maar jongens, dit was natuurlijk een super spannend chill potje. We hebben natuurlijk de nieuwe Port of Fortress kunnen checken, gebruiken, wat natuurlijk het doel eigenlijk was. Ook echt een paar lijpe kills gemaakt en het was echt sick. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vond je deze video leuk? Vergeet niet zeker even een duimpje omhoog te doen. Kunnen we de 1000 likes halen? Dat zou super dope zijn. En jongens, thanks voor de support. We gaan hard, lekker. Super bedankt voor de support. En ben je natuurlijk nog niet geabonneerd, dat is super doos. Als je natuurlijk even een abonneetje achterlaat. Als je er natuurlijk meer van mij wilt zien. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.